Men zegt dat Oekraïne is door het associatieverdrag in twee gesplitst en in de burgeroorlog ingestort. Dat is ook weer zo'n volledige omkering, een valse voorstelling van zaken. Landen om het grote buurland Rusland heen, die met de Europese Unie willen samenwerken, worden gedestabiliseerd met opzet. Het is het beleid van Moskou om landen als Georgië en Oekraïne, en in de toekomst denk ik ook andere landen, instabiel te maken, zodat ze niet goed kunnen samenwerken met de Europese Unie. Men moet de zaken niet omdraaien en zeggen, de instabiliteit is het gevolg van het associatieakkoord. Het is precies andersom. De samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne bestaat al veel langer dan het separatisme in Oost-Oekraïne. Het feit dat de Krim is afgepakt van Oekraïne heeft niets te maken met de Europese Unie. Dat is gewoon een regelrechte overtreding van het volkenrecht. Dat is gewoon expansionisme, militair expansionisme. En ook het stimuleren van de burgeroorlog, de opstand in Oost-Oekraïne, is expansionisme. Het heeft niets met de Europese Unie te maken. Het beste om de vrede te bewaren is juist de opbouw van Oekraïne als economie, als land, als staat, zodat het een stabiele partner is van alle landen eromheen.